Maar dat was hem dan, de laatste keer school. De meid is afgestudeerd. Ik loop hier net weg. Denk, oh, hoe schattig dit eruit ziet. En we hebben er turfbroodjes bij en pita broodjes. Oh, wat had ik haast vanochtend. Ik ben dit nu allemaal even aan het herindelen. Nadat ik had afgerekend, heb ik daar die zak chips over gemaakt. Daar is die. Ach, vanochtend word je gewoon wakker in Oostenrijk. De kamer is helemaal picobello. Nou, ik zit lekker in de trein. Het zonnetje, jongen, heerlijk in mijn gezicht. Het is gewoon helemaal warm. Oh, die gaan we niet vouwen, hoor. Nee, maar dat is een challenge. Daar kikken je van op, hè? Dat is een challenge. Oh, ik ben er zo over. Kunnen niet meer. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Het is weer een nieuwe week. We gaan er weer voor. Ik heb niet zo lekker geslapen. Ik was nog zo druk in mijn hoofd. Want ik kwam thuis en toen ging ik eigenlijk vrijwel direct gewoon naar bed. Maar ik had gewoon de hele tijd muziek in mijn hoofd. En Kenzo die moest er ook weer vroeg uit. Dus daar werd ik ook weer door wakker. En toen dacht ik, nou, ik was echt een uur voor mijn wekker wakker. Dat dacht ik vreselijk, want ik kan eigenlijk nog een uur slapen. Maar ja, dat was niet hier maar, dus ik ga eruit. Dus ben ik maar gaan douchen, even mijn haar wassen en zo, rustig aangedaan. En nu even een beetje maken. En dan heb ik dus zometeen mijn verdediging. Spannend! Mijn verdediging en mijn eindassessment dus. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn en wat voor vragen ze gaan stellen. Maar ja, ik hoop dat het maar goed komt. Want oh, als dat zo is, hè, dan ben ik dus gewoon klaar. Klaar met creative business, klaar met de HVA. Dan zeg ik toedeledokie. Dus ja, that is my day today. Dat is het enige wat ik eigenlijk hoef te doen. Dus ik ben benieuwd. Misschien kan ik het daarna even leuk vieren als het allemaal goed gaat. Of even ergens in een hoekje gaan huilen als het niet goed gaat. Want ja, hè, dat weet je natuurlijk niet. Ik ga in ieder geval nu eerst even mijn havermandje maken. En dan even mijn serietje het opeten. Alrighty, ik heb me even omgekleed. En ik heb lekker mijn felle blazer aangetrokken. Ik dacht, weet je, dan zit je daar toch van, hey, hier ben ik. Maar ik ga nu rustig denk ik gewoon die kant al op fietsen. Ik ga lekker met de fiets, want het is lekker weer. Kan ik lekker oortjes in doen. Dus dat vind ik altijd wel chill. En dan gaan we ervoor. Ik vind het nu al een beetje spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar joh, ik ga gewoon lekker lullen met die mensen. En ik kan goed lullen. Ik denk dat het wel goed moet komen. Maar toch, je moet het toch nog maar even gaan fixen. Weet je wel? Je moet het toch nog maar even doen. Maar het is nu iets over half. En ik heb hem om 10 over 11. Dus ik dacht, nou, dan ben ik een beetje op tijd op school. En dan ga ik ervoor. Ik heb mijn laptop mee. Het lijkt alsof er weer dingen op mijn lens zitten. Voor de presentatie. Ik weet nog steeds niet of dat helemaal de bedoeling was. Maar ik heb gewoon best wel een leuke presentatie voorbereid. Dus ik dacht, nou, ze moeten maar gaan luisteren zometeen. En ja. Nou goed, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval die kant op. Nou, dat was hem dan, de laatste keer school. De meid is afgestudeerd. Ik loop hier net weg. Denk, oh, ik moet natuurlijk nu alleen mijn diploma nog ophalen hier. Maar, oh, ik hoef hier niet meer te zijn. Ik heb geen school meer. Yes! Echt heerlijk. Ik had dus eerst mijn verdediging. Daar moest 10 minuten wachten op de gang. Nou, dat had ik dat gehaald. Toen moest ik terugkomen. Toen had ik mijn eindassessment. Maar, oh, zo lekker. Het besef is er nog niet helemaal, hoor. Ik heb ook niemand om het mee te vieren, zeg maar. Ik sta hier nu in mijn eentje voor school. Nou, goed, je bent afgestudeerd. Oké, bedankt. Dus ik ga zo meteen maar even mensen bellen of zo. En het ergens vieren. Het zonnetje is er in ieder geval. Ik werd wel erg chagrijnig tijdens het gesprek, maar dat heb ik niet laten merken. Ik lachte heel lief. Ze willen dan zo bij dat eindassessment graven van, maar hoe? Als je een project opzet, hoe begin je dan? En als je een opdracht krijgt, welke stappen zet je dan? Ga je brainstormen? Ga je code dit doen? Ga je zus? Ik denk van ja, ik begin gewoon. Ik ga altijd gewoon lekker dingen maken. Ik ga een beetje voorbeelden zoeken. En dan willen ze daar helemaal op ingaan. Dan denk ik, mens,
Oh. Maar goed, ik heb ook echt ontzettend veel mijn nek lopen lullen volgens mij. Maar het ging helemaal goed. Prima, ik ben blij. Volgens mij had ik wel maar een 6,5. Afgerond 7 zeiden ze. Voor me afstuderen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het hoog verwacht. Maar ze vonden mijn bronnen een beetje te oud. Maar ik dacht, ja, ik heb eindelijk goede bronnen uit rapporten. Maar dan was het allemaal 2017 en dat vonden ze voor social media te oud. En daarom was het een soort van lager. Maar ik denk, weet je, prima. Ik heb het gehaald. Ik heb mijn diploma. Ik hoef hier niet meer naar terug te kijken. Ik ben blij. Ik heb morgen sollicitatie. We gaan door. Maar ik ga nu naar huis fietsen. En dan geen idee wat deze dag me te wachten staat. Ik ben weer thuis aangekomen. Het afgestuurde mevrouwtje. We zijn even eten aan het maken. We wilden misschien ergens uit eten of uit lunchen. Maar we hadden alle twee zo'n trek. Honger. Dat we dachten, we hebben hier nog lekker stokbroodjes. Ik had nog wat soep. Dus we zijn even gewoon van alles aan het maken. En dan misschien vanavond gewoon even wat lekkers bestellen of zo. Om het te vieren. Hier nog lekker broodje in de oven met brie en zo. En mijn kruidenboter, die moet even smelten. Ik denk dat dat wel de goede kant op gaat. En dan gaan we het lekker opsmikkelen. Ik had gevraagd aan mama of Mick of ze nog misschien uit eten wilden vanavond, maar ze konden niet. En mama die stond nu in de tattoo shop samen met Mick om weer een nieuw tattoo te laten zetten. Crazy is zij. Maar zegt, gaan jullie maar, we doen wel een andere keer. Nou prima. Dus vanavond maar even kijken. Misschien dat we iets lekkers gaan bestellen of weet ik veel. Maar eerst ga ik nu eten, want ik hou het niet meer. Zo honger, niet normaal. Het bankje lekker mijn vlog net geëdit. En ik was moe, maar ik dacht ik moet het nog even doen. En dan denk ik aan nu. Ik wil ook eigenlijk mijn serie kijken, maar ik heb ook gewoon zo zin om gewoon lekker te liggen. Ik heb dus heel vaak, dan denk ik ben moe, ik wil slapen, maar ik wil mijn serie kijken. En dan ga ik gewoon toch mijn serie kijken en dan probeer ik wakker te blijven. Maar ik heb hoofdpijn ook. Dus ik heb net Ibu genomen, want we hadden nog maar één paracetamol. Dus ik dacht, nou, neem ik maar Ibu. Maar we hebben net lekker eten besteld. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben dus van dat Shak. Eens even kijken hoor. Bij Uber Eats. Bij shakshuk hebben we besteld. En het heet shakshuk kaas. Van die dingen. Kijk. Dit soort dingetjes. Zo lekker. Dus ik dacht, ik wil gewoon even geen vette ham. As always, wat we altijd bestellen. En ik wil gewoon een beetje groente. Dus ik denk dat dit wel heel, als het goed is en lekker is, denk ik dat dit wel heel nice is. Dus ik ben heel benieuwd. Het zou hier ongeveer over een uurtje zijn. Dus in die tussentijd ga ik nu even mijn lens uit doen. Even mijn bril op. En dan ga ik denk ik toch lekker mijn serie kijken. En dan wachten tot het eten er is. En lekker op smikkelen. Want eigenlijk wilde ik misschien uit eten, maar ik ben zo moe. Ik heb echt zo ontzettend slecht geslapen. Oh. Dat ik echt niet meer de deur uit wilde. En mama en Mick belden of ze Mick ging even kijken of hij werk kon ruilen aanstaande vrijdag. En dan gaan we misschien met z'n allen uit eten in Amsterdam hier. Dus dat is ook wel gezellig. Voor mijn afstuderen. Oh mijn god, ik kan ontzettend niet geloven. Maar morgen ook natuurlijk die sollicitatie of oriënterend gesprek. Ik weet niet precies wat het gaat zijn. Maar om 10 uur al in Hilversum. Dus ik wil ook wel een beetje lekker op tijd slapen. Dat ik daar ook ready voor ben. Dus ik ga nu even lekker lens uit doen. Want die plakken echt ontzettend. Nou, het is er. Kijk nou hoe schattig dit eruit ziet. En we hebben er Turks broodjes bij. En pita broodjes. Wij gaan lekker smikkelen. En ik heb een limonana. Zo heette het. Hij is ook heel lekker. Wel heel zoet. Maar is met munt. Ik dacht, daar heb ik zin in. Dat heb ik erbij gedaan. Maar dan gaan we nog even wat uitzoeken om te kijken. Uit het eten. Goedemorgen vanuit Hilversum. Oh, wat had ik haast vanochtend. Het is vandaag dinsdag. En ik heb die sollicitatie dus zo, of het gesprek. Ik weet nog steeds niet helemaal wat het is. Dus ik ga kijken. Maar oh, ik moest rennen door huis. En ik dacht, ik kan deze trein niet missen. Want als ik deze mis, dan kom ik echt volledig te laat. En dat is natuurlijk echt,
dat staat natuurlijk niet zo netjes op een sollicitatie. Dus ik voel me nog niet helemaal ready. Ik heb geen luchtje op. Ik heb mijn wenkbrauwgel niet erin kunnen doen. Dat ik ze nu helemaal niet meer doe. Ik heb niet meer de tijd gehad om hier het tweede setje oorbellen in te doen. Weet je wel, allemaal van dat soort dingetjes. Dan voel je je helemaal ready op een dag. Maar ik heb wel gewoon lekker ontbeten, want dat deed ik dus als eerst. Ik moet wel heel even kijken waar ik heen moet lopen. En toen kwam ik bij me. Ik heb echt keihard met de scooter naar het station gereden. Echt denk ik in een minuut. En toen was ik gelukkig op tijd voor mijn trein en had die 5 minuten vertraging. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat ik hem heb. Maar god, ik moet er wel weer even aan wennen hoor. Want het was redelijk vroeg. Maar ik moet dus nu, ik ben in Hilversum, ik moest bij een sportpark eruit. En dan was het nog 10 minuutjes lopen. Dus ik ga zo meteen even vragen of er nog ergens misschien een bushalte of zo is. Want ja, dat hebben ze hier niet. Je moest er hier ook heel ouderwets uitchecken. Naast het station bij zo'n laadpaal. Ze hebben hier niet van die poortjes. Dat hadden wij vroeger op station Sassheim ook. Maar goed. Ik ben dus nu die kant aan het oplopen. En ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Maar ik loop nu echt gewoon door... door straatjes heen. Gewoon echt een beetje dorpsidee dit. Ik ben alweer een tijdje terug van de sollicitatie. En het was echt heel leuk. Alleen de plaats was niet super gezellig of zo. Het was heel vaag toen ik er naartoe liep. Want ik liep natuurlijk door dat woonwijkje heen. En uiteindelijk moest ik soort van links een soort van oprijlaan op. En dan kwam ik op een mini-industrieterreintje. Maar ja, daar zitten natuurlijk gewoon de meeste kantoorpanden. Maar van binnen gewoon heel gezellig en knus. Niet al te groot. Maar ik dacht wel even van, oh ja. Het is natuurlijk niet echt Bamboa of zo. Die midden in het centrum. Of nou ja, niet in het centrum. Maar gewoon op een wat bruisendere plek zit dan dit. Maar het werk was wel gewoon heel leuk. En ik mocht, want ze zochten ook echt iemand die, als je bijvoorbeeld pitches moet voorbereiden voor klanten. Dat ze dan ook die pitch gewoon ja, qua visueel ook dingen konden maken. En dat hadden ze op dit moment nog niet helemaal. Iemand die dat kon. Ja, en ik kan op zich wel gewoon, als ik een idee heb, kan ik dat wel gewoon uitwerken. Of in Canva, of in Illustrator, of in InDesign. Dus dat vond hij allemaal wel positief. En ze deden ook heel veel leuke dingen. Echt superveel leuke campagnes gedaan hebben ze. Heel creatief. Dat ik echt dacht ook van, oh mijn god, hoe komen jullie erbij? Maar heel leuk. Helemaal positief. En hij zegt, misschien ook leuk om met degene die nu ons soort van Canva-werk doet, qua dat creatieve, om daar misschien ook nog een gesprekje mee aan te gaan. Dus daar heb ik nu donderdag een kennismakingsgesprek mee. En ja, ze hadden volgens mij nog wel iemand. Dus ik weet niet of ze dit ook bij die ander doen. Dus ik weet niet wat mijn kans is. Maar het lijkt me in ieder geval wel heel leuk en perfect ook om mezelf soort van daarin te ontwikkelen en mee te groeien. Want het is het best wel een beginnend bedrijf. Ze moeten zelf ook heel erg nog groeien. Want nou ja, maakt wel... Hey, de thee. Is heel goed. Die theekoker, die gaat natuurlijk niet vanzelf uit. Maar soms is het heel handig, want soms vergeet je het als je water hebt opgezet. En nu gaat hij dus weer. Nu denken we, oh ja, thee. Maar ja, goed. Het was allemaal heel leuk. Toen kwam ik thuis met mama even allemaal over gehad en zo. Nu ben ik even wat dingetjes nog doen op de laptop. En ik heb me dus nu uitgeschreven bij StudieLink. En heel schattig krijg je dus nu zo gefeliciteerd met je diploma. Nou, dat is toch leuk? Ik ben gewoon klaar met de studie. Heerlijk vind ik het. Nou, ik heb me dus uitgeschreven bij StudieLink. En ik moest even die voor de fysio mijn zorgverzekering aanpassen. Dus dat heb ik ook even gedaan. Ik heb even een tijdje achter de laptop en zo gezeten. Ook nog een beetje naar wintersportvakanties gekeken. Wat mama had toegestuurd. En nu hebben wij de ladekast die hier stond omgezeld met het bureautje. Zodat we hier gewoon een soort kantoortje gaan maken. Dit wordt natuurlijk allemaal nog gefixt. We zeggen dat al 100 jaar, maar hier moet de kast nog in elkaar gezet worden. Waardoor dat dan ook allemaal opgeruimd kan worden. Maar voor nu is het heel chill. Want Kensje moet best wel vaak nu leren voor zijn cursus en school en zo. En kijk, ik ben dit nu allemaal even aan het herindelen. Maar dus nu bij deze hier. Plus, hierdoor kon het bed wat meer naar deze kant. Omdat normaal stond dat bureau hier lang. Waardoor het bed niet die kant op kon, zeg maar. Maar nu kan hij ook gewoon hier normaal uitstappen.
Want normaal moest hij zeg maar hier helemaal overheen zo kruipen. En dan zo eruit. Maar nu kan hij gewoon zo helemaal lopen. Ja, is niet geweldig? En ik ben dit kastje nu leeg aan het halen. Want dat kan ik natuurlijk nu in deze doen. In dit ladenblok. Net zoals vroeger altijd. Hier mijn spullen. En dan dacht ik, kunnen we deze namelijk weer op de gang zetten. Dan kunnen we ook allemaal schoenen in doen. Een bakje met sleutels erop. Dan hebben we dat in de gang staan. Dus. En voor Kenzo ben ik nu ook zijn sok en onderbroek ook hier zeg maar in een mandje aan het doen. Want ik had nog een mandje over. En dan kan het bij mij ook hier in de la. Dus ben ik dus allemaal helemaal even aan het omgooien. Zodat het wat logischer ligt. En dan heeft hij hier in de kast weer een extra plekje voor truien en shirts en zo. Dus ik ben helemaal druk bezig. En daarna als ik hiermee klaar ben ga ik even snel boodschappen doen. Want het moet nog gedaan worden. En het is al best wel zo'n 5:50 of zo. Dacht ik. En in de tussentijd is Kevin ook alweer geweest om te kijken naar de afvoer in de badkamer, wat hij zo stinkt. Plus de waspak in de badkamer liep weer niet door, dus die is ook gefixt. En hij zei, er mist dus inderdaad gewoon een stukje en dat ging hij volgens mij vanavond even bekijken. En dan zou hij het laten weten en bestellen volgens mij. En dan zijn we eindelijk hopelijk van die gore lucht af in de badkamer, want dat is zo vies. Maar ik ga even snel door, want dan kan ik snel een boodschap doen. Nou, het is helemaal ready. Ik heb hier nog wel even dat krukje, want het is wel chill. Want nu is die bureaustoel natuurlijk weg. En daar gooi je altijd gewoon je kleding overheen. En dit was altijd mijn kledingding. Dus ik denk dat we hier gewoon alle twee nu van alles gewoon op gaan gooien. En hier gewoon allemaal weer spulletjes. Hier dus gewoon mijn strings en zo, mijn sokken. Dit is dan van Kench. Moet je nagaan wat ik heb geluk met hem. En dan hier voor hem zijn onderbroeken en zijn sokken hier. En dan hier nog allemaal wat prutsels allemaal van mij. En nu kan het gordijn ook weer gewoon zo naar rechts. Dus nu kan het zo. Dus dat is ook weer leuk. Dus dit is allemaal gefixt. En dat kastje die dus hier stond, heb ik nu naar de gang gedaan. Kijk, dan is het tenminste een keer een beetje opgeruimd. Die schoenen hier kunnen dan ook nog wat dingen in. En dan heb ik hier nu nog een ander bakje voor alle sleutels. Want hier past meer in. Die ander past het allemaal niet meer. En ik dacht, ja, er moet nog iets naast. Dus ik heb even die kaars daar neergezet. Maar ja, het is helemaal gefixt. Helemaal blij mee. Maar nu moet ik echt boodschap doen, want het is nu 6:15. Dus ja, ik ga maar weer. De taak. Hoe noem je dat? Het licht roept. Hoe noem je dat? Maar kijk, we hebben dus nu ook een ander lampje. Die andere hebben we op, dus op het bureau staan nu in die andere kamer. Deze hadden we aan de andere kant aan de verwarming geklemd. Maar die hebben we dus nu hier. Dus nu hebben we dit lampje. Nou, ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal gelukkig, mens. Ook die bolletjes erboven geknald. Helemaal top. Nou, boodschapjes zijn gedaan. En ik had zo'n honger dat ik, nadat ik had afgerekend, heb ik daar die zak chips over gemaakt. En een chipje genomen. Maar ik doe het er niet meer. Maar nu ga ik ook meteen koken. En we gaan dus spinaziekies eten. Ik ben wel wat dat. Met deze broodjes. Met wat melk. Met spinazie. Nog even extra brood. Havermout. Wat de kaas erin. Bladerdeeg vind ik toch lekkerder dan dat hartige taartdeeg. Dus de Lidl heeft het volgens mij niet. Blauwe bessen hebben ze ook alleen maar in zo'n verpakking. Dus een nieuwe zak ga ik gewoon bij de Albert Heijn weer verhalen. Slagroom voor in de kies. Handlokjes. En dan Italiaanse kruiden, want die van ons was bijna op. Dus ik ga nu heel snel beginnen. Even bereiden. Nou, het kiesje zit erin. En ik had zeg maar genoeg bladerdeeg dat ik hem zo dicht kon vouwen. Want anders flapt het zo helemaal over de rand heen. Ik denk, het is beter denk als ik het nu alvast naar binnen doe. En dan zo meteen even wat stokbroodjes erbij. Dan kunnen we eten. Maar ik heb echt zo honger. Goedemorgen. Het is
vandaag woensdag. En ik heb zo lekker geslapen. Ik ging om 10:50 liggen en ik werd gewoon uiteindelijk om 9:00 gewoon uit mezelf wakker. In de nacht hoefde ik er niet uit en dat moet ik normaal altijd. Is niet 1 keer, is niet 2 keer, is wel 3 keer om te plassen. Maar dat hoefde ik gewoon niet. Ik heb zo diep en zo lekker geslapen. Ik heb Kenzo er volgens mij bijna niet eens uit horen gaan. Ja, heel kort even. Ik was meteen weer weg. Heerlijk! Echt! Wat kan ik daarvan genieten? Moet je nagaan dat ik dus bijna gewoon eigenlijk nooit een nacht doorslaap. Het is vreselijk. Maar ik was even een eiwitshake aan het maken. Ik had geen zin om ontbijt te maken. Dus ik dacht, ik doe even gewoon een shake in. Dan lunch ik vanmiddag wel even wat. Want de keuken was namelijk nog goor. Want Pico moet het opruimen. En ik heb geen zin om daartussen mijn havermaatje te gaan maken. En pannetje af te wassen en bla bla. Dus ik wilde even makkelijk doen. Maar toen ging de bel. En ik was het helemaal vergeten. Maar mama had al een mailtje gestuurd met een track and trace link van Greets. Dat er dus een pakketje voor mij kwam. En die is er dus nu. En kijk. Het is denk ik dus zo'n ballon. Kijk. Voor mijn afstuderen. Open hier staat er. Gaat die er dan zo leuk uitkomen? Zo omhoog. Lijkt me echt heel leuk. Ja! Daar is die! Ach. Zo trots op jou. Nou, dit is te goed. Ik vind het echt heel lief. Hoe zit dat hier zo aan? Hij zit er omheen. Wat leuk. Ja. Nou, een ballon. Leuke kleurtjes ook. Nou, dit is hem. Zo trots op jou. Ja, ik ben ook trots op mezelf. Wel bedankt, mama. I'm proud of me. We zijn allemaal proud of me. Is die nou zo nog? Ja, zo is die. Zo hoort hij. Geweldig. Maar er zit ook nog een kaartje bij. Een kaart voor jou. Ik ga deze heel even verhogen. Zien jullie mijn hoofd niet? Zo stom dat ik dit niet aan de andere kant heb qua licht. Oh, heerlijk. Mijn kop is op de voorkant. That's me. Het ziet er wel iets beter uit dan nu, zeg maar. Rosalind, geslaagd. You did it. Yes. I freaking did it. Er zit wel een kras op voor mijn gezicht. Ach. Wat cute. Afgestudeerd. You did it. Lieve Roos, wat zijn wij trots op jouw mooie prestatie. Liefst mam en Mick. Kijk eens wat erin staat. Mijn partyfoto. En een foto van Nick ook. Kijk nou. Ja. Feest hoor, dit. Nou, ik vind het heel leuk. Dankjewel mama, als je dit ziet. Heel lief. Die meneer van de post zei ook... Normaal zegt hij altijd, pakketje. En nu zei hij, ik heb een pakketje voor jou. Toen dacht ik, oh, dat is echt voor mij. Leuk. Heerlijk joh, dat ik gewoon afgestudeerd. Het is zo'n lekker gevoel. Gewoon, ik hoef niets meer te leren van school iets te maken. Of, oh, hier thuis ermee bezig zijn. Gewoon klaar ben ik ermee. Echt, echt een beter gevoel kan ik even op dit moment niet beschrijven hoor. Ik zat net even een wintersporter te zoeken voor met mama en Mick. Toen had ik wat gevonden, maar niemand reageert dan weer. Zeg maar Mick komt mama en denk ik, ja, het moet wel een beetje snel zijn, want het is zo allemaal weer weg. Dus nu heb ik gewoon het gereserveerd, maar er stond dat je meteen moest betalen. Maar ik denk dat het misschien ook wel gewoon later nog of vandaag natuurlijk kan. Maar ik vond deze namelijk heel mooi. In Niederau, waar we dus eigenlijk heel graag heen wilden. Mama had namelijk ergens anders iets gezien en toen dacht ik, ja... Ik wil eigenlijk gewoon weer lekker hierheen. En dit is met de trein. In de nachttrein. Dus dan slaap je dus gewoon en dan ben je de volgende dag ben je daar. Ik weet niet hoe ideaal dat is. Maar dan hoeven we tenminste allemaal niet te rijden.
dan ben je vaak toch een soort van moe als je heel veel moet rijden. Dus ik dacht, dat is toch relaxed. En je hebt zelfs langer vakantie. Je hebt 10 dagen vakantie, soort van. Omdat je... op 8 maart gaan we dan heen. Dus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, er staat 10 dagen, maar dit is geen 10 dagen. 8 dagen. Is toch wel raar? Er staat hier 10 dagen. Half pensioen. Maar vrijdag 8 maart ga je erheen. En zaterdag 16 terug. Maar kijk, het is wel heel lang met de trein. Dus Mick schrok daarvan. Maar ik zei, ja, het is een nachttrein. Dus je slaapt. Dat is toch chill? Als je gewoon lekker slaappilletje erin knalt. Even oordopjes en een maskertje op je gezicht of je ogen. Je gaat gewoon lekker in een diepe slaap vallen. En de volgende ochtend word je gewoon wakker in Oostenrijk. Ja, het lijkt mij ook heel leuk om gewoon een keer met de trein te gaan. Dus ik heb het gewoon gereserveerd dat niemand reageerde. En ik vond het gewoon een heel mooi hotel. En qua kosten ook prima. Naar mijn mening. Maar Mick belt mij zo, zei hij. En mama die belt mij volgens mij ook later vanavond. Maar ik hoop dat we dit gaan doen. Ik hoop dat we deze gaan betalen. Want het is zo leuk. Dan zitten we in Nidra. Dus we kunnen daar namelijk gewoon met de bus naar Auvag. Waar we altijd gaan skiën. En dan met de bus kan je gewoon, dat is echt 10 minuten of zo. Dan met Auvag kan je weer terug naar Nidra. Want in Nidra is altijd de leukste après-ski. En dan kunnen we daar gewoon après-skiën. En ons hotel zit in Nidra. Dus we kunnen vanaf daar gewoon terug waarschijnlijk lopen naar ons hotel. Dus dan heb je helemaal geen auto nodig. Want mama zei, ja, dan is het onhandig dat we daar geen auto hebben. Maar ik zeg, ja, dat hebben we helemaal niet nodig. Maar goed, ik heb het gewoon gedaan. Hè? Boeien. En Biko en ik hebben hier in het kleine kamertje die kast in elkaar gezet. Kijk. Dat was namelijk zo'n zooi. Dit gaat allemaal naar de berging. Ik dacht, nu we dit allemaal hadden gefixt, werd het ook tijd om die kast in elkaar te zetten. En we hebben het super snel gedaan. Echt. Hij is wel kleiner dus. Dus we hebben hem hier naast gezet. Want het past precies. Zodat je hier nog de lichtknop aan en uit kunt doen. En dan heb je hier tenminste gewoon nog lekker ruimte om van alles te kunnen doen. Maar nu aan mij de taak om het even allemaal op te ruimen. Want dat heb ik zelf aangeboden hoor. Want ik doe dat graag zelf. Maar ik had dus al die houtjes. Dit zeg maar. Had ik zo op de grond allemaal al klaargelegd. Dus we konden echt gewoon tak, 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 zo. Alles in elkaar zitten. Dus helemaal chill. Alleen misten we hier, zeg maar, deze en die aan de achterkant. Dus we hebben dit nu ook opengelaten in plaats van ook daar kastjes te doen. Want anders was het een beetje gek. Dan miste je zijkanten, maar dan had je wel, zeg maar, de voorkant. Dus die hebben we ook gewoon zo opengelaten. Dat is op zich prima. Maar ja, ik wil mijn hele kledingkast ook even uitzoeken. Want echt, meer dan de helft draag ik niet. Dus ik ben helemaal een beetje in de opruimsferen. Maar hoe lekker is het als deze kamer ook gewoon lekker opgeruimd is. En dat je hier gewoon rustig kan studeren. En we hier op zoek kunnen gaan naar een mooi bankje, een slaapbankje. En dan misschien een stoeltje of een tafeltje met televisie. Ja, ik zie het helemaal voor me. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Met hele verbouwing. Dit is natuurlijk dat ding van buiten. Maar ik dacht, het is leuker om het zo neer te leggen dan op elkaar. Nu lijkt het tenminste nog iets. Maar kijk joh, die hele kamer is helemaal picobello. Alles is weg hier van de grond. Is toch fantastisch. Hier alleen die stofzuiger, spiegeltje. En hier heb ik nu
dat ding gewoon de bovenklep van het dakkie heb ik iets omhoog gedaan, waardoor ik dat ding eroverheen kan hangen. Dus hier heb ik gewoon allemaal sjaals. Normaal had ik dat aan die deur, maar dan kon die deur niet dicht. En dat is vervelend als je nu hier wil studeren. En voor de rest heb ik nu gewoon alles in die kasten gedaan. Nou, het is toch amazing. Ik ben helemaal blij. Wij hebben inmiddels alweer lekker gegeten. En we hadden even wat afleveringen van Bureau Rotterdam gezien. Echt. Wat er toch allemaal gebeurt. Ik vind het bizar. En het zijn toch allemaal geen Nederlanders. Hoe kan dat toch, hè? Maar goed, we hebben hier gezet met z'n drie gegeten. Ik had boodschap gedaan en gekookt. Lekker broccoli, aardappeltjes en gewoon een vleesje. Dus lekker simpel. Maar het was zo lekker. En daarna heb ik hier nog even gestretched eerst. Weer op een matje. En nog even wat gelezen nu net. En nu ga ik ook lekker slapen. Keesje ligt al. Want die moet morgen weer vroeg op. En ik heb morgen een tweede. Ik ben ook moe. Maar een tweede gesprek bij waar ik had gesolliciteerd. Om even met een soort van, ja, degene die nu alle designs maakt, om daar even mee te spreken. Want daarmee zou ik dan vooral samen gaan werken. Dus wel leuk om met hem ook even te spreken. Dus ik ben benieuwd, maar dat heb ik morgen om 11:30. Dus ik kan in principe nog redelijk rustig aan doen morgenochtend. Dus dat is wel chill. En ja, ik heb ook helemaal windsportjes even gereserveerd. Ga ik vrijdag verder naar kijken met mama. Ik heb voor vrijdagavond gereserveerd bij Bardo om uit eten te gaan. Met de hele gang voor me afstuderen. Dat ik ben geslaagd. Dus ik heb en die hele kamer natuurlijk opgeruimd. Ik heb behoorlijk ben ik even allemaal bezig geweest. Dus ik ben nu ook wel moe. Dus ik ga lekker een beetje slapen. De morgen maar weer. Het is vandaag donderdag. En ik heb wel een lekker rustig ochtendje op zitten. Ik had op tijd de wekker gezet. Zodat ik lekker rustig aan kon doen. Want ik heb nu een soort van een tweede gesprek op waar ik die sollicitatie had. En dan met ja, een beetje degene die nu de creativiteit doet. Maar zeg maar de eerste met wie ik had gesproken zei, ja, misschien is het wel leuk om met hem ook even te spreken van wat je hier precies kan doen en wat je kan verwachten. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dus die heb ik om 11:30 zo. Dus ik moet om 10:30 volgens mij zo de trein hebben. Maar ik neem heel even nog een shakey mee en een appeltje. Dat had ik vorige keer ook voor terug met de trein. Dat vond ik wel lekker. Ik doe even een beetje wassen nog. En dan doe ik zo mijn schoenen aan en ga ik naar de trein toe. En dan ben ik benieuwd. Met Sander van 35 is hij. En dan wilde ik ook nog even vragen wat nou de werktijden allemaal precies zijn. Want dat heb ik vorige keer niet gevraagd. Maar ja, dat komt allemaal wel. Nou, ik zit lekker in de trein. Het zonnetje, jongen, heerlijk in mijn gezicht. Het is gewoon helemaal warm. Maar ik was met mama aan het appen, want die zei, ja, kan je anders gewoon niet naar mij toe komen om even over die vakantie van windsport te hebben. Maar ik dacht, ze is thuis aan het werk en zal zijn. Dus ik echt, ja, dat kan. We hebben nu wel eerst gesprek heel veel summer. Ik kan daarna wel komen als je me ophaalt, want ik heb niet besleutel mee van de fiets op Sassum. Maar dan kan ik in één keer door. Of ben je in Amsterdam? Of bedoel je dat? Op je werk? Dat kan ook. Nou, ik heb honderden berichten gestuurd. Heeft ze allemaal niet op gereageerd. Of ze vroeg, kan je ook naar hier komen? Dan kunnen we daarna samen een borreltje doen. Dus dacht ik, ik denk dat ze dan inderdaad Amsterdam bedoelt. Maar ze negeert me gewoon. Maar ze speelt wel heel de tijd de slimste mens tegen me. Ik zie heel de tijd, Sandra heeft weer gespeeld. Jij bent aan de beurt. Sandra heeft weer gespeeld. Jij bent aan de beurt. Dus ik ben nu met mama die slimste mens aan het spelen. Maar ze negeert me wel weg. Maar goed, ik denk dat zij gaat winnen. Maar we staan redelijk dicht bij elkaar. Het is echt een leuk spel, de slimste mens, om dat tegen elkaar te doen. Je hebt dan 2 dagen om het te spelen. Het is gewoon grappig als je even niks te doen hebt, dan vul je even wat in en je leert er ook nog wel van. Dus, maar kijk nou hoe vies deze dames zijn. Dat vind ik dan weer wel jammer. Het zonnetje is echt heerlijk. Maar het lijkt helemaal grauw, maar het is gewoon echt hoe vies deze dames zijn. Nou, dat zit er ook weer op, het gesprekje met Sander. Echt hele vriendelijke man was het. Heel aardig. En hij had van alles verteld over wat hij allemaal heeft gedaan en wat zijn rol nu binnen dit bedrijf is en waar hij dan ondersteuning in zou willen. En nou,
helemaal fantastisch. En hij was volgens mij ook wel enthousiast over mij. Oh. Dus heel leuk. We hebben echt helemaal gesprek gehad van ja, wat zou je hier dan willen doen binnen het bedrijf en waar wil je in groeien. En er is ook ruimte om dus beter te worden in nou ja, grafisch vormgeven en zo in Adobe programma's. Dat mag je ook. Er zijn ook budgetten voor binnen het bedrijf om daar bijvoorbeeld cursussen voor te doen of nou, dat allemaal. Dus eigenlijk heel positief. Ik ben eigenlijk nu meer positief dan na het eerste gesprek. Nu heb ik nog een beter beeld gekregen van... Hij zegt, ja, je hebt gewoon redelijk veel vrijheid. Dus je mag overal nergens mag je helpen. Bij de campagnes opzetten, marketingdingen. Ook op de plekken zelf als ze het gaan uitvoeren. Het hele proces met briefings. En vanuit de briefing dan een soort van presentatie maken. En dat dan te pitchen bij de klanten. Dat allemaal leren. Dus helemaal leuk. En volgens mij was hij dus ook wel enthousiast... En die Bart, met wie ik het eerste gesprek had, ook. Dus hij zegt, nou, ik denk dat je deze week wel hoort wat het gaat worden. Of je dus hier mag beginnen of niet. Maar ik heb er een goed gevoel over. Helemaal leuk. En dan 32 uur zou het zijn. En hij zegt, ja, je mag ook gewoon thuiswerken, bijvoorbeeld een dag. Of de vrijheid is er, en dat vind ik wel heel fijn. Hij zegt, volgens mij ben je ook wel zo iemand die je niet strikt binnen de regeltjes moet hebben... Maar gewoon een beetje vrijheid moet geven. Dus niet aangereden worden. Dus ja, helemaal leuk. Ik loop nu weer terug naar de trein. En dan ga ik naar huis even snel. Denk even wat lunchen. Misschien even sporten nog. En dan als het goed is dus naar mama even in. Want die is op werk. Maar ze zegt je kan hier ook wel gewoon heen komen. En dan kijk even naar die wintersport. Want we kunnen dat gewoon even boeken. Nee. Dat is namelijk wel zo handig. Maar ik weet niet of ze dat later wilde, want ze zei ja, dan kunnen we daarna borrelen. Dus ik denk dan ja, dan moet ze wel klaar zijn met werk. Want je kan niet tussentijds gaan borrelen. Dus, nou ja. Ik loop in ieder geval nu naar de trein. Oh, dan moet ik eigenlijk via links. Ik moet naar de overkant. En dan lekker naar huis. Ik heb net even mijn vlog geëdit en wat geluncht. En Kentje kwam ook gezellig weer thuis. Dus die ging even samen lunchen. En ik had nog een halfje van die pompoensoep over. Dus die heb ik ook even opgewarmd en even broodjes ei. En nu ga ik naar mama op werk om samen nog even te kijken voor wintersport te boeken. En daarna gaan we waarschijnlijk even ergens gezellig wat borrelen. Dus ik ga nu die kant op met scooter en dan gewoon op haar werk ook bij de UvA. Ik ga stuk. Ze zegt ja, je kan ook nu gewoon hierheen komen. In plaats van vrijdag wilde ik het misschien naar Sassheim komen. Maar ze zei ja, volgens mij moet het nu wel even lukken op werk zometeen. Dus... Ik ga het zien. Wat mama doet op werk. Nou. Maar die gaan niet vouwen hoor. Nee, maar dat is een challenge. Daar kik je van op, hè? Dat is een challenge. Oh, is dat een gezondheidschallenge? Ja, dat is health week. Health? En dan moesten we een van de 10... Op het bord. Dan krijgen we allemaal opdrachten en dan moeten ze dan uitvoeren. Een stuk. Maar vakantie hebben we net even gekeken. En als het allemaal goed is, dan kunnen we dus boeken. Als het goed is door Mick... Want Mick die moet namelijk het weekend weer werken. En wij zijn dan eigenlijk nog weg met die trein. Maar wij zeiden tegen hem, kan je dan niet gewoon eerder terugvliegen? Want het was dus maar 68 euro. Dus dat hebben we nu gevraagd. Maar hij negeert ons. Hij is wel online. Hoe heet Isa van nou? Oh, hij belt nu. We hebben een beller. De koning. Welke Isa? Oh, ja, de koning. Hallo. Hallo. Moet jij niet werken? Ik ben ook als zo'n harde werker. Ik ben hartstikke druk. Kijk maar. Ik heb al een kikker gemaakt. Ze heeft origami gevouwen. Mooi hè? Ja, ik moest... Aan het werk dan een origami. Ik moest die opdracht doen. Maar heb je ons appje gezien? Nou, ik ben alvast gegaan naar waar we gingen borrelen. Dat is letterlijk omhoog bij mama en mama moest nog een paar dingen doen. Dus ik zeg ja, ik ga hier niet in het deprimerende hok wachten op jou. Dan ga ik wel vast zitten. Dus ik zit nu lekker op een plekje en ik had een toestel besteld. Want ik had echt zoveel trek nog. En dan ga ik gewoon naar zero. En dan zie ik er hier straks aanlopen. Dus ik ben benieuwd hoe laatste komt. Dus ik zei dat ze rond 5 zou komen. Dus ik zie hier zo waarschijnlijk. Ja, ik ga liever al hier even wat eten en drinken.
dan had ik daar een beetje op mijn telefoon zitten te wachten op haar. Ja. Dit is echt zo'n tosti als hoe je vroeger kreeg bij de voetbal en zo. Bij de korfbal, ik heb een korfbal. En lekker met curry. Zo goed. Heerlijk vind ik dit. Nou, moeders is eindelijk gekomen hoor. Oh, ik zit met mijn hand over de kaars. We hebben lekker nootjes op de beuzel, maar we kunnen niet meer. En mama en Jan natuurlijk een biertje. Toen weer te kijken hoe ik de laatste naar huis moet. Ik had lekker een colaatje. En dan zet ik toch zien. En nu nog een cola. En ik ga zo lekker naar huis. Gewoon op de scooter. En dan rijd ik zo even langs de appie om nog wat kleins boodschap te halen. Ik denk niet dat ik heel veel meer ga eten. Want ik heb echt natuurlijk net die tosti en die nachos nu op. Maar als je er eenmaal koopt, dan heb je zo'n ja, gewoon later vanavond. Ik heb zin in een visje. Iets links, ja. Kijk nog even. Er is trouwens echt een schattig teentje hier. Dus dat is Crea. Het zit gewoon naast Uva en zo. Maar ik ben er dus heel vaak hier voorbij gelopen. Maar ik ben niet echt naar binnen geweest. Maar het is echt heel chill. Je moet gewoon eten en drinken halen bij de bar. En dan kan je hier gewoon even zitten. Nou, even boodschap gezamen bij de app achter mij. Mama die ging ook nog even mee voor zichzelf het eten halen. Voordat zij thuis is, is het ook echt 8 uur denk ik. Maar goed, dan zat een wokje gehaald voor zichzelf. Dat was zo klaar. Dus we hadden natuurlijk die nachos op. Waar we alle twee heel vol van zitten. Dus ik heb ook een licht gerechtje. Ik ga, wat Kensje wel eens had gemaakt, was een recept van zijn moeder. Een beetje paprika met bouillon en crème fraîche. Dat dan met een staafmixer en dan met een visje en rijst. Dus dat ga ik straks gewoon rustig maken. En dan lekker eten. En Pico die was later thuis. Dus die kan het later opwarmen. En Kensho die is nog aan het werk. Dus die eet sowieso niet thuis. Ik heb lekker een avondje voor mezelf. Dus ik kan lekker koken en dan zoets aanzetten. Oh, daar heb ik zin in. Nu al zin om op die bank te zitten. Is weer klaar. Helemaal lekker. Ik heb nog niet heel veel trek, maar ik ga maar gewoon eten. En voor Biko heb ik hier zijn visje nu laten ontdooien. Het sausje klaarstaan en de rijst. Dus hij moet zo meteen zijn vis even zelf oppakken en dan kan die ook eten. Ik ga in ieder geval nu lekker zoets aanzetten en lekker smikkelen op de bank. Ik ben een vlogje aan het editen. En je kan het al raden. Ik heb hem weer eens niet afgesloten. Ik vergeet altijd die op donderdag af te sluiten. Op zondag gaat het goed. Maar op donderdag vergeet ik het echt zo vaak. Maar heel erg bedankt voor het kijken maar weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten bij deze video. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende. Ciao!